Kom maar mee, kom binnen, kom binnen. Kom eens binnen. En dan gaan we die kant op en kijk eens wie daar zit. Nou, hallo zeg. Kom maar verder hoor. Ja. Oh, het ziet er weer allemaal mooi uit zeg. Wat een feest zeg. Rono. Maar uiteindelijk hebben wij een keuze gemaakt, Sinterklaas, in wie nou die prijzen gewonnen heeft. Dat is dan weer de vraag. En ik weet, kijk, u bent Sinterklaas, dus ja, u doet in cadeautjes, hè? Ja, ik doe cadeautjes. Deze tijd van ja, cadeautjes. Ja, zeker, ja. En wij dachten, als ik nou vertel wie die prijs gewonnen heeft, dan laat ik die tekening ook zien. Oh ja, ja, die laat ik ook even u zien. Ben heel dan heeft u vast wel een cadeautje ja, dat bij die prijs hoort. Ik denk dat ik wel iets kan bedenken. Dus wat je niet van Sinterklaas krijgt, maar hij staat hier, een goede vent hoor, kun je zelf nog bij. Oh. Ja, geweldig. Ik vind hem erg goed. Zoals die tettering naar een goed reis Spanje. Hier is je tekening, als je die nog zou willen bewaren. Sinterklaas. Nee, ik denk dat Sinterklaas al even op afstand even een hand wil geven. Dus even omdraaien. Even omdraaien. Lieve Teun, ja, Teun, wil jij je even omdraaien? Maar hou maar even mooi vast zo voor je. Zo. De tekening maar even zien. Ja, kijk eens even, fantastisch. Nou, doe even de duim op deze kant, ja. Caitlin Sinterklaas heeft de derde prijs de gekregen. De derde prijs? Ja, en mag je even omdraaien? En kom maar eens even voor mij staan. Voor deze keer mag dat even, hè. Zo. Nou, alle plaatjes, Pieter, eventjes, hè. Mooie foto, kijk eens, dan kom je in de krant. Spannend, en wat zo mooi is, Sinterklaas, daar hoort ook een hele mooie prijs bij. Ja. Caitlin mag namelijk voor €50 speelgoed gaan kopen. Zo, zo zeg. Ja, en daar hebben ze een waardebon voor. Kun je al wel tot 50 tellen? Ja. Ja, lukt dat wel? Nou, dat zal ik maar goed onthouden. Heb je al iets, Piet? Kijk eens hier. Ja. Ja hoor. Ja. En van andere Piet krijg je nog wat lekkers. Nou, dat is toch geweldig? Nou, applaus. Applaus voor Caitlin. Nou, eens even bij. Dit is jouw kleurplaat, hè? Oh, prachtig zeg. Daar heb jij de tweede prijs mee gewonnen. Oh, nou weet ik ook waar die glittertjes vandaan komen. Kijk eens naar de kast. Ja, ze zitten. Ja, dat is ook glittertjes. Prachtig hoor. Kijk, zal ik hem aan jou geven? Mag je hem voor je houden? Draai maar even om. Mag je nog even voor mij staan? En dan kunnen alle plaatjes, Pieter, nog even een mooie foto van je maken, hè? Zo. En de tweede prijs, dat is nog weer een grotere dan de derde prijs. Echt waar, burgemeester? Ja, zeker. Tessa, nou. Tessa mag voor €75 cadeaus gaan kopen. €75, zeg. Kun je wel tot 75 tellen dan? Oh, dat kunnen ze in één keer allemaal, hè? Ja, hele slimme kinderen in Almelo, hè? Ja. Nou, ga jij hem geven, Piet? Dat ga ik doen. Nou, doe maar eens even. Kijk eens. En een hele grote high five erbij. Ja, tuurlijk. Kijk eens even. Ik wil nou. Letten. Oh, niet allemaal in één keer op eten, hè? Kom met even bij, Lisa. Met je moeder. Want jij hebt zo... Ik ga er wel even wat over vertellen, wat wij als jury vonden. Want dit is die eerste prijs. Ja. Lisa, je hebt hem zo fantastisch goed ingekleurd. No. Je hebt alles wat je moest ingekleuren, ingekleurd. Je hebt niks overgeslagen. Je hebt de goede kleuren gebruikt. En heel belangrijk bij kleuren is natuurlijk ook dat je binnen de lijntjes kleurt. Het is heel gedetailleerd ook. Heel erg. Het is een moeilijk woord hoor, mag je vergeten. Hè? Heb je goed gedaan? Ja. En je krijgt van Sinterklaas daar een hele mooie prijs voor. Ja. Want de eerste prijs is dat je voor €100 speelgoed mag kopen. €100? Nou, dan kom je de komende 10 jaar denk ik nog niet eens doorheen. Heb je er lang over gekleurd, over die kleurplaat? Ja. Ja? Was wel een beetje moeilijk, hè? Ja. Heel veel vakjes, hè? En alle vakjes heb jij een kleurtje gegeven. Heb je ook nagedacht over welk vakje welke kleur moest krijgen? Ja? Nou, blijkbaar vond de jury, de burgemeester en de mevrouw van de winkels en nog een meneer, die vonden dat het allermooist. Dat is wel fijn, hè? En Sinterklaas. Ja. Ja, maar Sinterklaas staat niet in de jury, hoor. Of niet? Hij mocht hem uitdelen. Ja, dat was het. Maar hij vond jouw tekening wel heel erg mooi. Ga je nou nog vaker kleuren? Ja? Ja. Dankjewel.